Hallo allemaal, mijn naam is Rico Verhoeven, wereldkampioen kickboksen en ik steun de strijd tegen zeldzame spierziekten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun en donaties die het belangrijke werk van de Stichting voor Sarah mogelijk maken. Nu is er hoop voor al deze gezinnen. Bijna 7 jaar geleden ontmoette ik Sarah en haar ouders en werd geraakt door hun drijf om een gezondere toekomst voor al deze patiënten te creëren. Sarah is kwetsbaar, maar geniet van het leven en ze is altijd vrolijk. Ik vind het zo oneerlijk dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de meest zeldzame spierziekte. Ook patiënten met een zeer zeldzame spierziekte verdienen de juiste zorg en behandeling. Oh! Zo, ik schrik mijn hoedje. Oh, mijn hart zit in mijn keel. Ik denk, jij bent er niet. Was je gewoon verstopt? En via Sarah zag ik de impact van een spierziekte van dichtbij. Ik trainde met Sarah, zodat ze gezond en fit blijft. En Sarah is niet de enige. Misschien hebben jullie de documentaire van Hidde en Mo gezien. Wat een positieve jonge mannen die nooit klagen, maar genieten van wat ze wel kunnen doen. En ik heb daar groot respect voor. Ik weet dat sommige patiënten niet meer zelfstandig kunnen ademen. En anderen die bijna met alles in het dagelijkse leven hulp nodig hebben. Afgelopen jaren zijn verschillende patiënten op zeer jonge leeftijd overleden. Kunnen we dit alsjeblieft in de toekomst voorkomen? Gezondheid is voor mij als sporter ontzettend belangrijk. Een blessure zorgde dit jaar voor een tegenslag. Maar mensen met een spierziekte, die hebben hun hele leven te maken met tegenslagen. Gelukkig is er dankzij onze inzet al veel bereikt. Het onderzoek in Maastricht is internationaal veelbelovend en de hoop op een doorbraak groeit. De zorg voor patiënten is verbeterd door het onderzoek van het Radboud UMC en de samenwerking tussen verschillende internationale experts is ijzersterk. Maar we kunnen nu niet achteroverleunen. We weten dat veel patiënten elke dag een beetje van hun gezondheid inleveren en achteruit gaan. Maar samen kunnen we een verschil maken. We voeren letterlijk een strijd op leven en dood en daarom mogen we nooit opgeven. Namens iedereen bij Stichting voor Sarah wens ik jullie fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2024. Bedankt dat je met ons meevecht, want samen staan we sterker.